Twee weken vakantie lijkt het wel een beetje, Bob Peters. Hè? Want zo speel je 5 wedstrijden, 15 dagen. En dan speel je eigenlijk 2 weken. Eigenlijk geen competitieverplichting. Wat heeft Helmond Sport in die weken gedaan? Ja, vooral veel getraind. We hebben vorige week ook een oefenwedstrijd gespeeld tegen Topos. Hè? Met name voor de jongens die minder gespeeld hadden. Maar veel omvang getraind. En het is natuurlijk nu wel, wordt het weer een druk programma. Want je speelt morgen. Je speelt maandag en terug vrijdag. Dus nu heb je weer na een tiental dagen geen wedstrijd. Heb je nu weer 3 in een week. Dus wordt weer pittig. Heb je een beetje de jongens kunnen motiveren? Hè? Want tegen AZ een beetje toch een domper? Ja, maar ik denk dat we tegen AZ op zich ook gemotiveerd waren. Maar ik denk dat we goed beginnen daar 0-1. En dan geven we eigenlijk de eerste helft 2 makkelijke doelpunten weg. Tweede helft pakken we dan die rode kaart. Maar ik vond ons met 10 nog altijd wel alles eraan doen om daar een punt te pakken. Alleen was het net niet genoeg. Volgens mij zit jij lekker in je vel bij Helmond Sport. Ja, zeker. Heb je goed gezien. Ik zit goed op mijn plek hier. Het gaat lekker, ja. Nog een paar wedstrijden, dan is de winterstop. Mm-hmm. Het is eigenlijk weer een gekke week, hè? Want je hebt 2 weken vrij geweest. Ja, klopt. En dan moet je nou in één keer weer 3 wedstrijden in tijd van de week. Ja, klopt. Ja, dat komt door die Interland natuurlijk. Hè? Dus daar heb je een paar dagen vrij. Maar nu spelen we weer vrijdag, maandag, vrijdag. Dus er zijn een week 3 wedstrijden. Alleen ik hoop gewoon zoveel mogelijk wedstrijden nog te winnen. En dat wij voor de tweede seizoenshelft gewoon bij de eerste 8 staan. Hij raakte in de wedstrijd tegen Jong AZ geblesseerd. En iedereen vroeg zich af van, wat mankeert Wouter van der Steen? Wat was er dan eigenlijk precies, Wouter? Ja, ik kreeg een bal op mijn gezicht. En toen stond ik snel op om de bal nog een beetje te redden. Maar toen ik opstond, toen merkte ik wel van, misschien dat ik beter even ga zitten. Ik had pijn aan mijn neus en ik was ook nog even doorgeprobeerd te spelen. Toen merkte ik dat ik echt een beetje pap in mijn benen had, licht in mijn hoofd was. En dat het beter was om eruit te gaan. En gelukkig zijn we nu 2 weken verder en is het weer naar behoren. Dus eigenlijk herstel is voorspoedig gelopen? Ja, ik had dag en nacht al de dokter hier gehad. Die gaf eigenlijk al snel groen licht om het erop te pakken. Toen heb ik eigenlijk al snel in training gegaan. Toen merkte ik wel dat het nog wat te veel gevraagd was. Dus als ik flink actief bezig was, dat ik daar nog steeds wel wat klachten bij had. Maar gelukkig hebben we een interlandperiode gehad. Dan zijn we nu 2 weken verder en is alles weer 100%. Dan komen de vrijdagavond Emmen nummer 3 en een kleine week daarna nummer 4. Ja, als je het programma nu nog ziet tot aan de winterstop, is gewoon de top 4, top 5 dat buiten MVV momenteel. Die waren nog tegen spelen, maar uiteindelijk Emmen uit nog niet verloren. Dus lijkt toch ook weer een uitdaging om daar een goed resultaat tegen te boeken. Ik denk dat elke tegenstander naar de braak komt. Ook met de gedachte van het zal geen makkelijke avond worden tegen Helmond Sport. En we willen dat morgen weer bevestigen.